Dames en heren, 2:03 op deze donderdag 14 april 2022. Van harte welkom hier in het prachtige huis der provincie in Arnhem. In, laat ik dan maar de gedeputeerde er direct op naciteren, de mooiste provincie van Nederland. Ja, wij zijn hier in het hernieuwde provinciehuis van Gelderland. Het laatste in dat project was eigenlijk het oude kantoorpand waar we uit zijn gekomen en wat we hebben verlaten. En we gaan hier niet op een traditionele wijze de sloop uitvoeren, maar we gaan echt het volledige gebouw, echt in onderdelen, helemaal demonteren, transporteren, weer opslaan. En zodanig dat het weer uiteindelijk donormateriaal is om een nieuw gebouw mee te realiseren. Maar het unieke van dit project is wel, en dat is zeker op de schaal van Nederland zo, is dat het op zo'n grote schaal deze demontage plaats gaat vinden. En dat hele geintje levert dan 3400 ton CO2 op. Die CO2 hoeft niet gemaakt te worden, want alle materialen zitten al in dit gebouw. En we laten het veel, dus daarmee bespaar je 3400 ton. Die 68.000 ritjes op en neer naar Parijs, dat vond ik ook eigenlijk best wel heel veel. Als je in dat soort metaforen uitdrukt, dan sta je er ook wat meer bij stil, denk ik. Ik schok van de getallen die je kwijt bent met het maken. En je weet het ergens wel, met het maken van producten. En elke keer bouwen we weer opnieuw en opnieuw en we renoveren. Maar als we renoveren gebruiken we ook weer nieuwe producten. En een tweede aspect is dat wij ook vooruit moeten kijken. Ja, grondstoffen zijn niet oneindig. Nee. Wij zijn heel erg op zoek geweest naar een doelgebouw. Ja. Ja, maar zo'n doelgebouw kan ook de vraag stellen van hey, heb je materiaal? Heb je tweedehands materiaal beschikbaar? Dus ergens moet er iets in de mindset gebeuren. Wil je nadenken over wat is ruimtelijke kwaliteit eigenlijk, dan betekent het dat je plekken moet organiseren die toekomstwaarde hebben. En toekomstwaarde en duurzaamheid is haast hetzelfde. Dus het moet er ook altijd daarover gaan. En dat we niet alleen dat heel mooi vanaf een bepaald kantoor of tafel bedacht hebben, maar dat de mannen buiten ook weten van nou, zo moet het ook gebeuren. Verdiep je erin en dat kan meer dan je misschien op het eerste ogenblik al denkt. Het is ook geen rocket science. Hè? Je kan door simpel na te denken over verbindingen van materialen, door die beter losmaakbaar te maken, maak je eigenlijk elk gebouw al circulairder dan, dan je gisteren deed. Wij als provincie, als organisatie en onze beleidsstandpunten willen dat wel stimuleren. Het gaat uiteindelijk om die stip op de horizon en dat gewoon gaan doen, dat oppakken. Is dat het ook kennis kan opleveren die we dan vervolgens kunnen delen? Ja, ik ben gisteren weer eens kijken en eigenlijk word ik daar wel heel trots op wat we aan het doen zijn. Ze gaan zelfs verder dan ik had gehoopt. En ja, hoe moet ik het zeggen? Vlinders in mijn buik. Ja, hartstikke gaaf. Mooi om dit te zien. Ja, ik vind het heel gaaf dat dit nu uiteindelijk gebeurt.